Een duizendtal mensen is samengekomen op de kerkplaats in Wommelgem om afscheid te nemen van Inge Bens. De schepen en leerkracht kwam 2 weken geleden om bij een busongeval in Jordanië. Er zijn hier dan ook heel wat leerlingen die een laatste groet brengen aan hun juf. Andere Wommelgemenaren herinneren vandaag hun schepen, hun buurvrouw, hun goede vriendin. Oh, het was een speciaal madame. Je hebt het gehoord in de kerk misschien, of ik weet niet, op de beelden gehoord. Ja. Maar dat is een ongelooflijk kind, zal ik zo zeggen. Een zonnekind. Zo is het. Ongelooflijk bekwaam, alles meelevend, meedenkend. Ongelooflijk meisje. In de kerk is plaats voor 450 man. Toch moeten veel mensen de plechtigheid buiten volgen via videoschermen. Het was een heel mooie plechtigheid. Het was prachtig. Echt waar. Maar ja, we komen er iets mee. Vind ze kwijt. Het verdriet hier is groot. Met Inge Bens verliest Wommelgem een geliefde inwoner. Dat is al zeker een groot gemis. Heel veel vrienden gezien, hoeveel volk dat er was. Heel veel vrienden, kennissen. En voor ons zelf ook de werkkracht, ongelooflijk. Ik zeg het, ongelooflijk mens. Want als je de plechtigheid hoorde, het beeld van Inge was wel iemand die bijna iedereen kende en door iedereen geliefd was. Door iedereen heel graag gezien. Iedereen, ik zeg het altijd, was iedereen zijn vriend. Hè. En een harde werker bij. Ongelooflijk.